niet erg veel, maar je zit hem een beetje te hoog. Dat is niet erg. De baan is meer dan lang genoeg, dus het komt helemaal goed. Dan ga je een heel klein beetje helpen. Nu zitten we bijna recht voor de baan. Nu zitten we recht voor de baan. En vanaf nu moet je ervoor zorgen dat die vleugels precies horizontaal blijven. Want als je ook maar een paar graden scheef gaat hangen, dan draai je bij de landingsbaan vandaan en dan kom je er niet precies op. Kijk, nu zijn alle lampen weer wit. Dat betekent dat ze weer te hoog zitten. Moet een klein beetje de neus laten zakken. Ik help een klein beetje hoor. Ik vind het niet leuk als je crasht. Nog een beetje naar rechts corrigeren. Zie je dat we zitten niet helemaal precies recht voor de landingsbaan. Een klein beetje naar rechts corrigeren. Een klein beetje naar links nu om hem recht voor te brengen. 200. Helemaal goed. 100. Ik laat hem los. Jij zet hem aan de grond. Laat hem niet te hard zakken. De neus ietsje omhoog zo. Boom, en we staan. En nu zul je merken, als je met je stuurknuppel wat doet, gebeurt er niks. Kijk maar. Hij gaat gewoon rechtdoor. Hij tilt alleen zijn vleugel om. Ik stuur nu met de voeten. Met de voetpedalen. Dan stuur je het richtingsroer mee. Het verticale roer aan de staart. En daar bedien je het neuswiel mee. En met de bovenkant van de voetpedalen kan ik hem afremmen met de wielremmen. Dan zal ik je zo laten zien hoe dat eruit ziet. Even terugveerde, toen we stil stonden. Kijk, zie je nu boven op de vleugel die panelen die naar boven wijzen, de spoilers. Die heb ik net toen we de grond raakte, heb ik die met de hand uitgedaan. En die gaan zo in. En kijk eens naar de onderkant van de vleugel, dat zijn deze landingskleppen, de flaps. Als ik dit doe, dan gaan ze in. Dan zie je ze omhoog lopen. Ik zal even kijken of we van een andere plek nog kunnen zien. Kijk, nu zie je ze zo inlopen. Zie je dat? Ja. En kijk eens naar de staart. En kijk eens naar de voetpedalen. Zo bedien je het verticale staartroer. En als je dit doet, dan gaat het hoofdroer naar beneden. Zie je dat? Om de neus naar beneden te brengen. En als ik dit doe, dan zit je in het vliegtuig. En als je nou een rechte bocht maakt, dan gaan die panelen omhoog, rolroer en spoilers. En als je de andere kant op doet, maken we linkerbocht. En als ik dit doe, staan we weer